Hebben jullie de naam gezien? Gisteren, hè? Gisteren waar? Waar? In de lucht. De maan is in de lucht. Klassiek voor Koters is een festival voor kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 10 jaar. Om ze kennis te laten maken met klassieke muziek. Op een hele toegankelijke en speelse wijze. Dus er zijn speciaal voorstellingen voor die doelgroepen. Kinderen met hun ouders, hun opa's en oma's. Die heel toegankelijk zijn, maar wel echt serieus zijn. En daaromheen hebben we een hele vormgeving bedacht. En allerlei activiteiten, doe-activiteiten. Om het echt ook lekker luchtig en leuk te houden. Er is vrij veel klassiek voor kinderen, zeg maar, vanaf 6 plus leeftijd. Maar er is weinig tot niks voor vanaf 3+ en 2+. En wij proberen al dat soort voorstellingen eigenlijk met dit festival te combineren. Dus je kan met je broertje van 6 jaar en je zusje van 3 jaar kan je naar Klassiek voor Koters. En voor beide is het dan waarschijnlijk wat de leukste beleving. Kinderen zelf hebben een ontzettend open mind, hebben nog geen referentiekader. En als zij muziek horen en het valt hun goed in de oren, dan vinden ze het mooi. En ze hebben nog niet zoiets van, hé, maar dit is klassiek. En ouders zijn dan denk ik mede daardoor ook verrast als ze zien hoe hun kinderen daarin gaan. En pikken zelf ook hun muziekgraantje mee. Op het moment dat ze ouder worden, zien ze andere dingen doen. Dan gaan ze naar clubjes, dan gaan ze computeren, dan gaan ze gamen. En die jonge kinderen, die weet je heel goed te bereiken nog met hun ouders of met grootouders om naar theater te gaan. Het is een heel afwisselend festival en de programmering is ook steeds een beetje anders. En de zon gaf het slakken leven kleur. En iedereen was gelukkig. De hele familie was gelukkig. Zo was het ook. Oh, wat mooi. Prachtig. Oh, ja, mooi. Doen we nog een keer. Oh, schattig. Ja, doen we nog een keer. Dan kan ik twee keer hetzelfde verhaal gaan staan vertellen, toch? Dat was het zo gek. Mooi. Oh. Nee, hè? Nee, het is gek. Nee, dan willen we weten hoe het gaat met dat vest en met die handschoen. Ja. Als je ergens een los voorstellingetje hebt, dan krijgt dat de aandacht niet. Een festival kan je meteen lokaal heel groot gaan aankondigen. Daarmee bereik je in één keer een groot publiek. Daar waarbij een losse productie, ja, dan komt de liefhebber alleen. En ik denk dat een publiek makkelijker op festivals afkomen. En daarmee trek je dus een heel nieuw publiek. En daarom is die vorm volgens mij een hele goede als je iets nieuws weer wil initiëren. Dank je.